Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Mocht je denken, fam, wat is er met je haar? Ja jongens, ik ben gisteren naar de kapper geweest. En ik heb er lowlights in laten zetten en het is erg bruin. Maar de kapper heeft mij verteld dat het ook nog wat lichter gaat worden. Desondanks vind ik het hoe dan ook nu al mooi. Ik ben er heel blij mee. Het is nog een beetje nat, dus er zit weinig volume in. Maar naarmate de vlog voordat ga je jullie natuurlijk meer van zien. Ik ben helemaal in de kerstvibes. Ik heb de trui aan van de Selfie Shop vlog uit de vorige vlog. Helemaal gezellig. Het is zondag, bijna 12 uur. En ik ga even lunch, brunch maken voor iedereen. Want we hebben gisteren met vrienden gepizzaret. En we hebben superveel lekkers over. Dus ik dacht, daar ga ik even wat lekkers van maken. En ik ga jullie meenemen natuurlijk vandaag. Morris gaat na de lunch even naar bed. En dan willen we even naar Ikea. Voor nu gaan we eerst lunch maken. Hij heeft een van de meest chille dingen van de zondag. De lunch en het avondeten. Omdat het gewoon allemaal net even wat relaxter kan. En er meer tijd voor is. Dus ik maakte hier even lekker een broodje met wat pesto, salami en kaas. Ik bakte een omeletje voor op de andere helft. Helemaal fijn. Denken, fam, wat heb je nou voor kussens allemaal onder de tafel liggen? Nou, Nauti had daar dus op zijn manier een hut gemaakt, zonder dat het een hut was. Maar goed, die was daar lekker aan het spelen en die had daarnaast alle keukenstoelen op een rij gezet, want dat was de speelgoedschuur en daar lag al het speelgoed. Ik vind dat altijd heerlijk dat ze zo kunnen spelen en kunnen opgaan in hun eigen fantasie en een fantasiewereld. Ik was zelf ook altijd zo'n kind, ik kon mezelf heel goed zelfstandig vermaken en mijn beide jongens hebben dat ook, heel erg fijn. Enige nadeel is dan soms wel dat je hele huis ondersteboven wordt gehaald en kussens overal terechtkomen, maar hey, er zijn ergere dingen in het leven. Dit waren de broodjes. Ik twijfelde dus een beetje, want mijn idee was om ze op elkaar te doen, maar uiteindelijk hebben ze gewoon als twee losse broodjes gegeten. We hebben super lekker gegeten, maar de pizzaretten staat hier nog, de vaten zitten vol. Dus ik ga even wat huishoudelijke dingen doen en morgens op bed slingeren. Heb je ook een pizzarette en maak je er vaak gebruik van? Ik vind het echt zo'n leuke winteractiviteit. In de zomer zitten wij vaak hier met de buurtjes lekker aan het water achter. En dan, ja, nou ik moet zeggen, soms wordt dan de pizzarette er ook wel bij gehaald. Maar dan hebben we dus soort van zes op een rij, zeg maar, zodat iedereen pizza's kan maken. Maar vooral in de winterperiode doen wij echt wel vaak avondjes pizzaretten met vrienden. Lekker lang tafelen en gezellig kletsen en rustig aan. Worden die pizza's dan gegaard? Ja, ik vind het altijd een hele leuke bezigheid. En als mensen twijfelen om een pizzarette te kopen, zeg ik altijd doen. In onze ervaring gebruik je hem dus wel echt veel. Nou, ik wou ook even mijn wasbak diep reinigen. En dat doe ik vaak op dezelfde manier. Eerst even met wat allesreiniger en mijn hele leuke tompoespons. En dan gooi ik er vaak wat baking soda op met azijn. En dan krijg je een soort chemische reactie. Gaat even lekker schuimen. En dan heb ik het gevoel dat die afvoer daaronder ook even een keer, nou, goed en grondig gereinigd wordt. Even wat kokend water er daarna overheen. En ja, ik vind het gewoon een fijn idee dat dat ook weer even wordt doorgespoeld. Jongens, ik ben heel excited. Ik ga jullie iets laten zien. Gisteren werd namelijk ons nieuwe dekbed bezorgd van Celesta. Dus laten we die even samen gaan bekijken. Wat mij hier zo chill aan leek, is dat je dit dekbed in de was kan doen. Ja, I know. Het kan gewoon in zijn geheel in de wasmachine en in de droger. Hier hoeft dus geen hoes meer omheen. Dit is het. Dus je hoeft je bed ook gewoon niet op te maken. Je legt de deken, ja, je slaapt onder de deken, maar je hoeft dus niet te gaan werken met, zoals jullie heel vaak zien op dinsdag in mijn beddenverschoonroutine, hoef je dus niet te gaan werken met dekbed overtrekken en zo, want dit is het. En ik ben voor de easy bed gegaan in de kleur taupe linen, waarvan ik dacht, deze kleur wil ik bovenop die lichte kleur. Dat komt natuurlijk heel erg overeen met de dekbed overtrekker die ik nu heb liggen. En ja, past gewoon het beste bij de stijl van onze slaapkamer. Maar ze hebben echt super veel mooie kleuren. En ik zag voor kinderen ook allerlei leuke printjes. Met unicorns, met beren, met leeuwen, met Space Team. Ik ging voor de maat XL, 240 bij 220. Zodat wij er natuurlijk allebei goed onder kunnen liggen. En wij houden wel van een grote deken, aangezien wij zelf ook allebei heel erg groot zijn. En ons bed dus ook. We gaan hem even op ons bed gooien. We gaan even kijken hoe die staat. Let's go. Wat dus ook mega chill is, is dat de dekbedden van Celesta anti-allergeen zijn. En dus perfect bij astma of huisstofmijtallergie. Ik geloof niet dat ik ooit sneller mijn bed heb opgemaakt dan deze dag. Ik ben hier zo blij mee. Kijk hoe mooi dit is. En zo makkelijk en snel. En koop tegenwoordig eens een dekbed overtrek. Hartstikke duur. Dus in die end scheelt het je ook nog in de portemonnee. Eerste reactie. Nu al super chill dat ik geen hoes of een deken in een hoes moet doen. Geen gemartel daarmee. Dus de eerste indruk is positief. Ik ga jullie natuurlijk verderop in deze vlog nog even laten weten
hoe wij de eerste nachten onder dit dekbed vonden. Maar het voelt wel echt als een steady dekbed. Vrienden van ons die kochten een paar weken geleden een Celesta dekbed. En toen waren wij al heel erg enthousiast. Mocht het ook nog zo zijn dat ze me benaderden voor een samenwerking. Dus dat is helemaal tof. Mocht jij ook Celesta willen proberen, dan heb ik een kortingscode voor je. Met FEM20 krijg je 20% korting op je aankoop bij Celesta. We hebben dus de Easy Bed in 240 bij 220 en die kost normaal gesproken €99, maar je krijgt dus 20% korting met mijn code. Dus ik vind de prijs ook echt wel heel erg meevallen als je ziet hoeveel gemak je ervan gaat hebben. Ik hoef gewoon geen bed meer op te maken, jongens. Dit gaat zoveel tijd schelen. Ik pleur gewoon dit hele ding in de wasmachine en daarna in de droger en dan heb ik weer een lekker fris bed. Ik ben blij en ik ben heel excited om eronder te gaan slapen. Door naar de IKEA en ik zag hier toch een badkamerlade. Jongens, daar is mijn keukenlaar helemaal niks bij. Zo georganiseerd. Gewoon de ultieme droom. Als ik ooit een badkamerlaar kan hebben die er zo uitziet. Jullie gaan hem nu zo van binnen zien. Ja, hier teken ik voor. Dit wil ik. Dit is toch helemaal fantastisch. En dan ook nog zo'n soft close. Nieuw badkamermeubel gaat op het lijstje. We zijn weer terug en ik kocht nog even wat lekkere dingen. Ik dacht de Zweedse balletjes gooi ik in de vriezer en dit lag ernaast. En het leek me eigenlijk ook wel heel erg lekker. Rusty shredded potato pancakes. Dus die gooi ik snel in de vriezer. En ik ga bezig met het avondeten. We hebben nog pizza deeg over. Dus ik maak voor Stef en mij een pizza. Nout die vraagt om stamppot met worst. Dat heb ik nog in de vriezer. En van morgens heb ik poffertjes. Dus we eten allemaal wat anders. Maar het is zondagavond, dus helemaal prima. En ik zweer dus echt helemaal bij al die deegsoorten die in de supermarkt in de koeling liggen. Nou, pizza deeg is natuurlijk een bekende. Maar flamkugel deeg heb ik ook al een aantal keer besteld. Eten we ook graag. En dus ook van dat bladerdeeg of van die grote felle bladerdeeg. Iedereen kent natuurlijk wel die kleine velletjes uit de vriezer. Maar dat verse bladerdeeg in groot formaat, daar kun je zoveel leuke dingen van maken. Als je op Pinterest zoekt op bladerdeeghapjes of bladerdeegkersthapjes of puff pastry, zoals het in het Engels heet, krijg je echt heel erg veel leuke inspiratie. Verderop in deze video ga ik nog iets een lekker recept delen waar ik dus ook die grote bladerdeegvellen heb gebruikt. Maar goed, dit soort deegsoorten. Ik ben helemaal om. Ik kocht dit nooit. En het afgelopen half jaar of de afgelopen maanden koop ik dit steeds vaker. Het is zo makkelijk. Ik merk dat ze zowel bij de Albert Heijn als hier bij de lokale Plus best wel vaak in de aanbieding zijn. En dan zijn ze ook prima te betalen. Nou, dit met de pizza. Sorry, ik heb alleen een rechtopstaand gefilmd beeld. Maar het was erg lekker. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, een nieuwe dag. Het is niet zo heel erg vroeg meer, 9:40, maar ik heb er al een hele ochtend op zitten. Ik ben al bij de supermarkt geweest en ik dacht, laat ik mezelf wel even fatsoeneren voor de dag. En wij kregen gisteren het nieuws dat er een plekje voor Nout is voor zwemles. En dat vind ik zo chill. Wij wonen hier praktisch aan het water. Als je op onze achtertuin uitloopt, nou ja, dan is het 1 meter of 10, dan heb je doorgaand vaarwater. En dat is met 2 kleine kinderen soms best wel spannend, zoals je kan begrijpen. Dus ja, eigenlijk in dit dorp, een waterdorp, gaan kinderen al heel veel zwemles. Nou wordt nou natuurlijk in januari ook 4, maar ik weet dat heel veel moeders zeggen, oh, ze moeten er ook klaar voor zijn, fysiek, bla bla bla. Nou denk ik wel dat nou dat is, maar nou vind ik dat op zich ook niet het allerbelangrijkste. Dan duurt het maar wat langer. Als hij maar een basis heeft met zwemmen, hoe eerder, hoe beter. Gezien onze boonlocatie. Voor alle moeders die kijken, hoe lang deed jouw kleintje erover om een zwemdiploma te halen? Nou, het gaat 2 keer in de week lessen. Dus ik ben even benieuwd naar ervaringen van andere moeders. Verder ben ik helemaal in de kerstvibes met mijn fantastische haarband. Vind ik echt heel erg leuk. En ik vind mijn outfitje ook heel erg leuk, maar dat kan ik nu niet laten zien. Ga ik zo even doen. Ik ga even mascara opdoen, nog even mijn wenkbrauwen en dan zie ik je zo weer. Kijk, ik heb een flare trui. Kan ik op de wc gaan staan? Nee, dat kan niet. Ik heb gewoon een flare aan met een basic. Maar ik vind dat die haarband maakt er dus helemaal meteen iets kerstigs van. En ik twijfel nog over een rood lippie, maar dat vind ik eigenlijk een beetje te heftig voor door de week. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik vind het wel een leuke look. Nou, mijn kind roept me al 1000 keer, ik ga erheen. Hebben jullie lekker gespeeld? Ja. Oh. De Sinterklaasliedjes gaan hier nog steeds. Je loopt lekker in je trainingspak, hè, vandaag. Kijk eens. Lekker je voetbalpak aan. Hé, hey, wil je nog met de treinen spelen of zullen we die opruimen? Opruimen. Oké. Okay. Zullen we dat samen even doen dan? Ja. Oké.
Heel eerlijk, ik had hier een nee als antwoord verwacht. Morris helpt eigenlijk altijd wel met opruimen. Want als die je ziet opruimen, dan komt hij wel helpen. En van Nout krijg ik wel steeds vaker een nee. Maar we deden dit mooi even samen. En ik zal nog even terugkomen over hoe we hebben geslapen. De eerste nacht was even wennen. Een nieuwe deken. Ja, weet je, sowieso als je een nieuwe kussen hebt of een nieuwe deken, is het even wennen. Maar vannacht hebben we allebei echt een topdag gehad. Dus de eerste indruk is top. En nu gaan we lunch maken. Ik heb iets heel leuks gezien op Pinterest. Dus dat wil ik gaan maken. En ik wou een dedicated kerstsnacks video maken. Maar ik ga het niet redden qua planning. Met alle omstandigheden die er zijn. Dus ik ga her en der in de vlogs lekkere kerstreceptjes doen. Dit is een kerstsnack of lunch. Wij gaan hem eten als lunch. Je hebt bladerdeeg nodig en knakworstjes. Let's go. En toen ik dit net aan het editen was, voelde ik me wel een beetje 's werelds slechtste vlogger. Sorry jongens, ik heb het proces van deze lunch maken niet heel erg goed vastgelegd. Nou is het ook geen hogere wiskunde, dus ik denk dat je het wel begrijpt. Dit zijn dus die bladerdeegvellen en daar rol ik knakworstjes in die ik door midden heb gesneden. Het is makkelijker om met cocktailworstjes te werken. Dan heb je meteen de maat goed, maar uiteraard had de lokale supermarkt het hier niet. Die heeft heel vaak lege schappen, helaas. Maar goed, je maakt dus allemaal van die rolletjes en vervolgens bouw je rondom een schaaltje daar een kerstster van. Dat gaat zo wel helder worden. En vervolgens bak je het af zoals omschreven staat op de verpakking. Ik deed het wel iets langer met aluminiumfolie eromheen, omdat ik de binnenste rand van het bladerdeeg nog niet heel erg gaar vond. Beetje ei natuurlijk erop voor de kleur en ik maakte als sausje een beetje mayo met curry in het midden. Helemaal top. Tijd voor de middagsnack. Kijk nou hoe gezellig dit plankje is. Kocht ik wederom op Temu. Nou, zoals jullie van mij weten, doe ik altijd wat gezond, wat ongezond en nog meer ongezond. Altijd een combinatie en dit gaat eigenlijk altijd goed. En ze eten dit ook altijd lekker helemaal op. Het is inmiddels 3 uur geweest en wij zijn onderweg naar mijn ouders. En naar mij. Mijn ouders zijn jou, opa en oma. Ja, want wist je nog dat ik vanmorgen vertelde dat Nout mag beginnen met zwemles? Nu is het zo dat hij morgen al mag starten. Wat natuurlijk helemaal top is. Want hoe eerder die op zwemles kan, hoe eerder die kan zwemmen, hoe veiliger met het water bij ons achter. Nu dacht ik, to get him a little bit more excited, because he already is, but even more, so it is a fun thing. He's sitting in the back, so that's why I talk English. Gaan we even een zwembroek uitzoeken, hè? En we hopen natuurlijk dat we een mooie rode kunnen vinden, want dat is nou zijn lievelingskleur. En ook groen en blauw. En ook groen en blauw, dus een groen of een blauwe is ook goed, hè? Ja. Ja. Dus we gaan even met oma de stad in. En Stef is op dinsdag altijd laat, zeg maar 11 uur 's avonds laat. Dus stiekem hoop ik dat we daar ook kunnen eten. Heb ik nog niet overlegd, maar dat is eigenlijk nooit een probleem. We kunnen altijd aanschuiven, maar normaal overleg ik dat wel even van tevoren. Heb ik nu niet gedaan. Mijn lieve broertje, die kan nog niet goed. Wat kan je lieve broertje nog niet goed? Nog niet zwemmen. Die kan nog niet zwemmen, nee. Lieve mensen, ik ben weer thuis. Ik ben weer thuis. Het is al 9:15. Ik heb net nog een heleboel editwerk gedaan voor een aantal samenwerkingen. We hebben inderdaad bij mijn ouders gegeten. Lekker stamppot rode kool. Dat vinden de jongens heel erg lekker. Dus die hebben goed gegeten en zijn met een volle buik lekker naar bed gegaan. We hebben helaas geen zwembroek kunnen scoren, want dat hangt gewoon niet in de winkel momenteel. Dus ik moet straks nog in de zomerkast of wat ik apart heb gelegd. Kijken of daar een zwembroek tussen zit. Ik hoop van wel. Ik moet deze vlog nog afsluiten, want deze gaan jullie morgen al online zien. Dus ik ga nu als een malle nog even editen. Het wordt een latertje weer. Maar dat geeft helemaal niks. Ik wil je weer bedanken voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer.